er zit een profvoetballer die thuis zit. Hoe ga je daarmee om? Ja, het is een rare situatie. Ik denk gewoon echt bizar, maar ja, ik kan mijn dag wel vullen op zich. Een beetje FIFA spelen, veel trainen gewoon. Dat doe ik eigenlijk niet. Ja. Hoe beleef jij deze situatie dan? Hou je je ook op de hoogte van het nieuws? Ja, ik volg het nieuws zeker. Elke dag gewoon. Ik hou vooral gewoon in de gaten hoe ze het met de Eredivisie gaan doen. Want dat is toch wel van cruciaal belang voor ons. Maar ja, er is nog niet zo heel veel duidelijkheid. Dus volgens mij is vandaag een belangrijke dag dat ze een belangrijke beslissing misschien gaan nemen met de FIFA. Dus ja, ik ben benieuwd. Hoe houd jij je fit? Ja, hoe hou ik me fit? Ik ga 's ochtends vaak op de fiets zitten, half uurtje fietsen en dan een beetje krachttraining doen. En dan ga ik vaak met mijn zus rennen, een stukje over de hei of alleen of een paar keer met Simon geweest. En zo kom ik eigenlijk mijn dag door. Wat doe je voor de rest nog allemaal thuis? Af en toe dus FIFA spelen. Ik heb ook een paar klusjes gedaan thuis. Dat moet ook gebeuren. Gisteren een verviering opgeruimd met de familie en wat geschilderd. Mijn zus die gaat verhuizen, die hebben ook geholpen. Dus allemaal zo'n ding eigenlijk. Zo'n klusjes. Zo blijf je een beetje aan de gang. Ja, zo vul je een beetje je dag op. Dat is toch steeds zorgen dat je je dag vult. Want ja, de dagen zijn zeker nu lang. Omdat je eigenlijk vooral thuis zit. Dus ik probeer zo goed mogelijk structuur te hebben en mijn dag te vullen. Heb je op dat gebied nog een advies voor de supporters? Ja, ik denk dat de structuur heel belangrijk is. Dat je gewoon weet wat je elke dag gaat doen. Want anders wordt het wel saai. Dankjewel, heel veel succes daarmee. Ja, dankjewel.